Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto is het vrij goed te zien. De witte wolkenplukken die we zien, dat zijn buien die over de kustprovincies getrokken zijn afgelopen nacht. En ook vanochtend hebben we vooral de kustprovincies te maken nog met een aantal regen- en onweersbuien. In de loop van de ochtend en vanmiddag gaan de buien zich wat meer naar het binnenland verplaatsen en dan wordt het aan de kust geleidelijk wat droger. Verder hebben we overal ook zonnige perioden. Er waait wel een vrij stevige zuidwestenwind, die is matig en een zeekrachtig windkracht 4 tot 6. Het wordt 19 tot 21 graden. In de avond gaan de buien in het binnenland weer afnemen, maar laat op de avond en komende nacht kan in de kustgebieden weer een aantal regen- en onweersbuien ontstaan. Morgen wordt het zo'n 19 tot 22 graden, een klein beetje warmer dan vandaag, opnieuw zonnige periode, maar ook een aantal buien. Eerst vooral in de kustprovincies, later wat meer in het binnenland. De zuidwestenwind waait matig tot of vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig. Middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. In de loop van de week gaat de wind wel draaien naar westen en later tot het noordwesten, en blijft matig wat doorwaaien, windkracht 3 of 4. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.